Tweede kerstdag in het Betrixpark Hype Sneep. Ja, we staan hier met Zannen bij een boom. Vertel jij maar, want jij bent boomenridder. Ja, bijzondere uh, tree Tag vandaag, de zesde, bij een moeras-eik. Nou, dat past natuurlijk wel bij het Betrixpark, want het is hier vrij moerasig. Eerst even over de tree Tag. toch even uitleggen nog, wat is dat? De TruTech is eigenlijk een plakkaat wat we zojuist onthuld hebben. En wat aangeeft wat die boom allemaal voor functies heeft. Dus wij vinden een boom mooi of niet mooi, maar we weten vaak niet hoeveel CO2 neemt hij nou per jaar op. Hoeveel fijnstof vangt hij af. Nou ja, dus echt functies van bomen die, die dit hele park natuurlijk vervult. Maar wat we nu aandacht vragen door deze boom die op een speciale plek staat op de hoofdas van het Beetexpark. Wat die hier al zo'n 70 jaar doet. Zo'n moeraseik staat dan in het Beatrixpark als, als enige, denk ik. Hoe komt het dan dat hij hier alleen staat? Ja, hij is natuurlijk geplant, net als alle bomen in het Beatrixpark. En bij de brug, op een hoofdpunt, werd dan een bijzondere boom altijd geplant. Dat gebeurt nog steeds. Dus daarom staat hij hier als moeraseik. De moeraseik, wat zijn kenmerken? Ja, het is een Amerikaanse eik die uit het gebied van de Mississippi komt. En die in uh, natte bodem zoals je hierachter ziet, nog steeds goed doet. Maar die eigenlijk vaak op zandterpen groeit. Dus hij staat in de Mississippi, in drogere gebieden. Maar hij doet het in Schiedam, ook af en toe in dit, dit soort parken. Dit is niet de eerste boom die een tree tag krijgt. Welke kan je nog meer herinneren? Ja, we hebben er al heel wat geplant. Iedere keer steeds met schoolkinderen. Vandaag is het natuurlijk uh, voor de kerstballen toch. Dus er gaan hier allerlei kinderen met hun ouders langskomen. Maar de anderen zijn bijvoorbeeld door de... Scouts gedaan aan het eind van de lange haven bij de Koemarkbrug, bij de Dorpskerk met een school daar uit de buurt. In Oost met de Peperclip aan de PKO-laan. Eh, een van de weinige mooie moerassiepressen uh, die gered is van de bel eh, een paar jaar geleden. Dus die hadden we gelukkig nog. Uh, er komt er eentje op het land van belofte in januari. Dus. En daarna gaan we nog naar de hele bekende Plataan in de Warande. En in het uh, uh, voor. Um, Juliana Park, dus zo maken we de 12 vol. Is Guido nou een stad die zich hiermee onderscheidt? Of zeg je joh, in elke stad, in elk dorp staan mooie bomen? In elke stad of dorp staan mooie bomen, ja, dat kun je wel zeggen. Waar staat de mooiste? Ja, ik vind zelf de, mijn meest favoriete bomen is de Linde van Sambek, Een heel klein dorpje aan de Maas bij Boksmeer in de buurt. Ja. Nou, staan we hier met z'n allen, maar ik zag ineens dat je ook nog andere. Dingen beheers. Je kan ook Gluijn maken voor de mensen die denken dat het hier een uh, dronkenmansfeest is. Dat is het niet. Maar waarom de gluwijn? Ja, de gluwijn is natuurlijk echt iets uh, van vandaag. Hè. Ik, ik drink dat spul normaal vrijwel nooit, maar ik dacht. Dan staan we hier een beetje kaal langs die, langs die kant van de weg. Dus laten we een klein veldovertje meenemen. Die gebruiken we voor natuurlijk in het kamperen in de wildernis. Uh, doen we wat hout in en dan maken we de hier de gluwijn warm. En wie er niet van alcohol houdt, kan lekker een, een thee nuttigen met een kerstkransje. Dus zo dachten we dragen we wat bij aan het plezier van de Tweede Kerstdag voor de mensen die in het Beatrixpark de roseren. Ja, Om een goede gluwijn te maken heb je natuurlijk wijn nodig, maar vooral uh, kaneel. Uh, 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 koekruiden uh, uh, nou en nog een paar uh, voor mij zelf onbekende, maar smakelijke kruiden die bij ons thuis in taarten of uh, cakes gaan. Nou, zoals gezegd, de zesde boom is onthuld. Op naar de zevende en ik wens je een fijne tweede Kerstdag. Wederzijds aan alle schiedammers.